In de videoserie Fokken voor een duurzame veestapel laten we zien op welke manier we met de fokkerij een bijdrage kunnen leveren aan de levensduur. Voor een veestapel die probleemloos gedurende een langere levensduur een goede productie haalt. In de introductievideo hebben we aangegeven dat we ons daarbij richten op drie aspecten. Op een goede erfelijke aanleg voor levensduur, op de erfelijke aanleg voor bepaalde kwaliteiten en op de kenmerken in de bouw. Voor de kenmerken in de bouw maken we gebruik van de manier waarop de AAA-methode koeien beoordeelt. Dat doet ze op basis van de zogenaamde kwaliteiten. En in deze video gaan we in op de melktypische kwaliteiten. Een koe met de kwaliteit melktype heeft veel natuurlijke wil om melk te geven. Ze laat de melk snel schieten en bovendien melkt ze makkelijk. De genetische aanleg voor de typische vrouwelijke functies voor melkproductie is te herkennen aan de vrouwelijke kenmerken in de bouw van de koe die haar de melktypische vorm geven. Zo heeft een koe met de kwaliteit melktype een fijne kop en een lange hals. Ze heeft lange, diepe ribben. Parallele stand van de voorbenen. Scherp afgetekende lendenen. Breed uitstaande, uitgesproken heupen. Een fijn gevormd staartstuk tussen scherp afgetekende zitbeenderen. Een mooi vol achteruier. Fijn besneden flanken. En fijn gebouwde hakken. Het zal duidelijk zijn dat, anders dan wel wordt gezegd, scherpe koeien vaak juist weinig of geen melktypische kwaliteiten hebben. Ze hebben misschien wel scherpe kenmerken, maar ze missen vaak juist de typische kenmerken in de bouw van het melktype. Goed en gemakkelijk melk geven is één ding, maar om dat lang vol te kunnen houden moet de koe ook op andere fronten goed functioneren. Ze moet van alle zes de kwaliteiten voldoende in zich hebben. In de andere afleveringen van deze serie bespreken we de overige kwaliteiten. Dus blijf ons volgen om niets te hoeven missen.